De TI Innovator Hub heeft niet alleen outputs aan boord, zoals de LED, de kleurenled en de luidspreker, maar heeft ook een geïntegreerde input, namelijk een brightness sensor of in het Nederlands een helderheidssensor. Om deze sensor te gebruiken gaan we nu een kort programmaatje schrijven. Dit doen we klassiek, altijd op dezelfde manier, door eerst te kiezen voor nieuw, dan programma toevoegen, nieuw, en we noemen dit programma Bright. Wat gaan we in dat programma doen? We gaan de helderheid op het display zetten. En omdat we daar later ook iets mee kunnen doen, gaan we het eerst ook opslaan in een variabele. Om een variabele aan te maken is eigenlijk heel eenvoudig. We zeggen eerst menu. Dan variabelen definiëren. En dan zeggen we local. En we typen gewoon de letter B van brightness. Dus de variabele B. Die geven we eerst de waarde B, dubbelpunt gelijk aan 2. Dus de standaardwaarde om mee te beginnen is 2. Waarom doen we dat nu? Wel, we willen eigenlijk zolang dat het licht genoeg is, dat wil zeggen zolang dat je je vinger niet voor de sensor houdt, de helderheid meten. Dus zolang dat het niet donker is, moet het programma werken. Nu, als je zo lang vertaalt naar het Engels, krijg je while, en dat gaan we hier ook doen. Namelijk het gebruik maken van een wireless. Dit doen we via menu, besturing, while and while. Dan zetten we tussen haakjes, dus we typen een haakje, de voorwaarde, zolang dat B groter is dan 0,5. Dus eigenlijk zolang dat je de vinger niet voor de sensor houdt, gaat het programma werken. Wat moet jij in dat programma doen? In dat programma moet jij de sensor lezen. De sensor zit in de hub, dus we doen dat via menu, hub, send read in plaats van send set. En nu kiezen we voor brightness. Dus lees de helderheidssensor. Dit wat gelezen wordt, komt in een buffer terecht. Dus we moeten dat daar gaan uithalen en opslaan. Dit doen we door een get-instructie. Dat doen we via dus menu. Hub. Get. En we schrijven B. Dus we lezen de brightness sensor. Die waarde komt in een buffer. En dan gaan we die waarde uit de buffer halen en opslaan in B. We willen dat die waarde op het scherm komt, dus dat doen we via menu, I.O., display, B. Dus ons programma is eigenlijk nu al klaar. Het programma start. Zolang dat de brightness boven 0,5 is, gaat hij de brightness lezen, gaat hij ze op het beeldscherm zetten en zo verder blijven doen. Totdat eigenlijk je de vinger voor de sensor houdt, waardoor dat de waarde onder 0,5 komt en het programma hier stopt bij end program. Nu om dit te testen doen we Ctrl-R. De brightness sensor, de hub is aangesloten. Dus we gaan direct de waarde zien van de brightness sensor. En dan zie je dat je in het relatieve donker hele kleine waarde krijgt. Maar als je een zaklamp gebruikt om op de sensor te schijnen, gaan die waarden stijgen tot en met 100. Dat is de maximumwaarde. Daarvoor neem je bijvoorbeeld de zaklamp van je gsm. En dan zie je hoe meer licht dat je op de sensor schijnt, hoe hoger die waarde komt. En hoe minder licht, hoe lager die waarde komt. En als je volledig bijna in de schaduw bent, zit je met een waarde van 0,7. En als je de vinger voor je brightness sensor haalt, wordt de waarde kleiner dan 0,5 en stopt het programma dankzij de wireless. Als je programma maakt, moet je er proberen voor te zorgen dat er altijd een methode is om het programma te doen stoppen. Anders loopt je programma vast, omdat die in een oneindige lust terechtkomt en dit levert dan problemen op met een crashend rekenmachine. Dus dit gaan we niet doen. Het enige vervelende aan dit programma is dat alle waarden
in één lange lijst komen. We kunnen dit verhelpen door constante actuele waarden te laten, door het disp-commando te vervangen naar disp-add. Op die manier komt het altijd op de eerste lijn opnieuw te staan. En zo zie je dat de waarde niet één lang lijstje vormt, maar constant geüpdate wordt. En als we dan onze vinger weer voor de sensor houden, stopt het programma weer automatisch.